Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Chandrika Prasad Santokhi brengt werkbezoek aan ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Communicatiedienst Suriname in gesprek met minister Riad Noor Mohamed, voorzitter Arun Hardin belicht commissie oneigenlijk gebruik publieke goederen, minister Ramadin oriënteert zich bij regionaal ziekenhuis Wanica en Outbreak Management Control Team gaat in op verdere aanpak COVID. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op dinsdag 11 augustus 2020 een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Tijdens het bezoek heeft het staatshoofd de staf toegesproken en haar aangespoord het werk ondanks de vele uitdagingen voor land en volk te blijven doen. De regeringsleider kreeg ook presentaties van de activiteiten vanuit het ministerie. Zijne excellentie Chandrika Prasad Santokhi, de First Lady Melissa Santokhi en delegatie, de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zijne excellentie Albert Ramdin. Minister, vanmorgen heeft de president van de Republiek Suriname een werkbezoek gebracht op uw ministerie. Wat is het belang van zo'n werkbezoek eigenlijk? Nou, de president was op bezoek op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. U moet weten, de president, grondwettelijk, is verantwoordelijk voor het buitenlands beleid. Daarhalve is het ministerie dus een werkarm van de president. En wij vonden het belangrijk dat heel snel in zijn termijn hij dus een bezoek bracht aan het ministerie, zodat we hem konden informeren, een update geven over waar we zijn in de buitenlandse politiek, wat betreft onze relaties met individuele landen, maar ook met organisaties, en welke issues er spelen en welke projecten er gaande zijn. Er is een presentatie geweest in hoofdlijnen, dus heel wat kleine details gaan nog worden uitgewerkt. Maar het is belangrijk dat de president fysiek een keertje op het ministerie is geweest. Daarnaast ook natuurlijk kennis neemt van en kennis maakt met het personeel. We hebben een groot aantal professionele krachten die hun inzet zullen geven. En uiteindelijk heeft u dus nu gehoord precies wat de details zijn van het buitenlands beleid zoals het nu staat. Uiteraard was deze ook een gelegenheid voor de president om zijn eigen visie aan te geven en instructies te geven aan het ministerie voor wat betreft het nieuwe beleid, zoals hij dat ziet, zoals de regering dat ziet. En dat focust zich voornamelijk op international business en internationale samenwerking, omdat, zoals de president vanmorgen heeft aangegeven, het gaat om het Surinaams belang. En dus onze buitenlandse politiek moet in dienst staan van het Surinaamse belang. En ik geloof dat met dat soort instructies wij als ministerie natuurlijk wel nu weten van hoe we een aantal andere zaken moeten uitwerken. We weten namelijk dat er uitdagingen zijn op dit moment in Suriname, ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En een van de uitdagingen is namelijk als je inderdaad dat beleid wilt uitdragen, moet je ook als land op een respectabele wijze, op volwassen wijze, ook die toegang moeten hebben. En nu al blijkt dat we bijna geen toegang hebben tot heel wat internationale organisaties, omdat we gewoon simpelweg onze contributies niet hebben betaald. Er was een andere prioriteit om andere dingen te doen, maar geen prioriteit om te zorgen dat Suriname in de rij der natiën blijft, van waar men het met respect kon kijken naar Suriname. Als een goede rechtsstaat, als een land dat zich houdt aan wet en recht en voldoet aan de betalingsverplichtingen. Dat is wat je als eerste moet doen, als ministerie van Buitenlandse Zaken, anders moet je die naam veranderen. En dat is niet gedaan.
Dat is een grote uitdaging. Dat we dit zo snel mogelijk moeten oppakken. En zorg dragen dat we weer toegang krijgen tot de internationale gemeenschap. Zijn er zaken die op korte termijn aangepakt zullen worden? Zijn die afspraken gemaakt en wat zijn de korte termijn zaken? Het oplossen van het schuldenvraagstuk, dat enorm veel drukt op de staatsbegroting. Maar daarnaast zijn er een aantal zaken die we in orde moeten brengen binnen het ambtelijke. Een van ze is natuurlijk de nota van wijziging voor het begrotingsjaar 2020, wat tot nu toe niet is goedgekeurd. Dat is inmiddels ingediend. De begroting 2021, dat is voorbereid en nu in overleg met het ministerie van Financiën verder zal worden besproken. Wij zijn drukdoende op basis van de nieuwe inzichten en de doelstellingen van de nieuwe regering om een beleidsnota met een jaarplan te presenteren. En dat zal medio september gereed zijn. Op basis daarvan zal een regeerprogramma voor wat betreft het onderdeel voor buitenlandse zaken en ook de bijdrage door de jaarrede van de president opgesteld worden. Dat zijn zaken die op heel korte termijn moeten plaatsvinden. En natuurlijk, belangrijk is dat we de bilaterale relaties met een aantal landen zullen oppakken. We zijn inmiddels net terug van Guyana, dat succesvol is geweest. De bedoeling is dat we vrij snel een bezoek brengen aan Nederland. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken, om bilateraal na te gaan welke mogelijkheden bestaan om die samenwerking weer op gang te krijgen. Ik kan niet vertrekken nadat ik een prachtig koor gehoord heb, zowel bij het aantreden van onze vergadering en ook nu de sluiting. Wil ik het team van Buitenlandse Zaken, prachtig koor, bedanken en geweldig dat jullie dit doen. Niet alleen vanuit Buitenlandse Zaken, maar met in ieder geval zodanige kwaliteit. Een zodanige spirit dat dit een zeer belangrijk product is wat we kunnen uitdragen ook naar het buitenland. Gefeliciteerd, many thanks, bedankt. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken is de mening toegedaan dat de overheid een pas op de plaats moet maken als het gaat om het uitvoeren van grote infrastructurele projecten. Dit naar aanleiding van de financiële positie van de staat. De communicatiedienst Suriname sprak met de bewindsman over zijn eerste weken op het ministerie en zijn plannen voor de komende periode. Als we misschien kijken naar infrastructurele projecten die toch wel wat geld kosten, aardig wat geld, gaat u in staat zijn om dat soort projecten uit te kunnen voeren? Nee, dat is een probleem. Kijk, infrastructuur is overal in de wereld heel duur. Zelfs de meest rijke landen hebben gewoon financiële tekorten om een goede infrastructuur te hebben. Onderhoud vraagt ook heel veel geld. Dat wordt vaak verwaarloosd. In Suriname is het even erger. We hebben, je weet het zelf, de sluizen van Kommerwijnen. Wanneer zijn die voor het laatst vernieuwd of gerepareerd? Jaren, tientallen jaren niet. Wegen spreken voor zich. Er zijn zoveel wegen die een verharding willen. Riolering, bijna, laat me zeggen, 30%, misschien meer zelfs, 50% van Paramaribo loopt structureel onder water nu, heeft wateroverlast, wat je noemt wateroverlast. Dus de infrastructurele problemen zijn gewoon verzameld, zijn opgestapeld, et cetera. Die middelen zijn er niet. Daar praat ik niet over nieuwe infrastructuur. Welke zijn de nieuwe bruggen die we willen? Welke zijn de nieuwe wegen die we willen? Afgelopen jaren is er wat gebeurd, een nieuwe brug.
toch bijgekomen of een nieuwe weg. Maar je ziet het lost het groot vraagstuk niet op. Dus middelen de facto voor heel Suriname heb je niet. Dat staat vast. En dan terug naar de begroting. De begroting die we hadden wordt nu zwaar ingekort om die financiële crisis te gaan stabiliseren. We hebben geen keus. Je moet dat doen, een jaar. Je moet een jaar even geen geweldige dingen gaan doen. Anders ga je over een jaar nog minder kunnen doen. Ik heb gepresenteerd in het parlement de grote schulden. Meer dan 500 miljoen schulden van aannemers die betaald moeten worden. Vanaf 2013. Dan moet je mij zeggen, ik kan makkelijk doen. Ik kan op dezelfde manier doorgaan, maar ik ben ook een mens. Dus alle aannemers die bij me komen, afgelopen week, vandaag, vanavond, morgen, de hele week komen aannemers hier. Zekerheid, geloof. Ik ben ook een mens, die mensen moeten ook betaald worden. Dus de afspraak is, wij gaan de schulden betalen. Ze hebben een bedrijf, mensen die werken, die hebben gezinnen, etc. Ik ga niet dit pad voortzetten om schulden te gaan maken en die te laten voor de toekomstige generatie. Dus, het is waar. Komend jaar gaan we minder projecten uitvoeren. Populistische projecten bestaan bij mij niet. Dus ik heb gisteravond laat, 2:00 PM, opdracht gegeven dat alle populistische projecten worden stopgezet. Daar ga ik niet aan meedoen. We gaan naar projecten waar heel veel impact kan zijn. Waar burgers impact hebben, waar de school impact heeft, openbaar vervoer impact heeft. Dat is wat wij willen gaan doen. Dat gaat ook het nieuwe beleid zijn vanwege die weinige middelen. Maar concreet op je vraag, voor het ministerie van Openbare Werken zit heel veel op nul. Ja. Er zijn meer nullen dan bedragen. Gewoon vanwege die bezuiniging om ook te denken aan de economie van het land. U sprak over populistische projecten. Even on hold, zeg maar. Valt daar onder het baggerproject? Nee, klopt. Nee, het baggerproject is geen populistisch, een reëel project. Alleen is er één, laat me het anders zeggen, het baggerproject. Het besluit zit nu bij de Raad van Ministers om te beslissen. We hebben drie opties aangeboden. Eén is doorgaan, één is gedeeltelijk doorgaan en één is gewoon stoppen en een kleine boete terugbetalen om te voorkomen dat je grotere problemen belandt. Maar het baggerproject is jammer dat dat slordig voorbereid is geworden, want ook al wil je het nu overheven naar de particuliere sector, het is gewoon niet netjes om de particuliere sector te zeggen van hey, morgen booster 20, 30 miljoen US dollar op. Het is niet netjes. Dit is een grote fout en dit had nooit mogen gebeuren. Vanaf het begin had men dat moeten inzien dat zo'n project je nooit met de overheid moet doen. En dat is de grote kardinale fout die de regering toen heeft gemaakt. Dus ja, het zit er nu. Ik hoop nog altijd dat de ministers, de Raad van Ministers, spoedig bij elkaar komen en het bedrijfsleven erachter kunnen krijgen om volledig dit project over te gaan nemen. Van mij mogen ze die hele geul overnemen. De vaargeul is belangrijk voor de scheepvaart. De vaargeul is niet voor mijn boot belangrijk. Het is belangrijk voor de scheepvaart. Dus we volgen de ontwikkelingen en ik hoop dat we spoedig die sector een antwoord kunnen geven van hoe verder. President Chandrika Persat Santokhi heeft eerder deze maand de commissie oneigenlijk gebruik publieke goederen geïnstalleerd. Deze werkgroep heeft onder meer als taak inventarisatie plegen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht. Er moet een inventarisatie komen van de aangekochte goederen ten behoeve van de staat, semi-overheidsinstellingen en of parastatale ondernemingen. Arun Hardin is voorzitter van de commissie. Het gaat inderdaad om de installatie van de presidentiële commissie oneigenlijk gebruik publieke goederen die geïnstalleerd is op woensdag door de president van de Republiek Suriname. De taakstelling van deze presidentiële commissie richt zich op inventarisatie van de situatie zoals wij die bij de regeringsovername hebben aangetroffen. En dat is toegespitst op een drietal zaken, namelijk goederen die geïnventariseerd gaan worden, die aangekocht zijn, om de fysieke gesteldheid ook in kaart te brengen en waar de goederen zich bevinden, de landsgoederen, objecten, landsobjecten, gehuurde objecten, die moeten ook geïnventariseerd worden en in kaart worden gebracht, alsook de status van deze objecten
En last but not least zijn waarover heel veel ruis is ontstaan binnen de Surinaamse samenleving. Dat is de kwestie van de voertuigen. Daarop gaat de presidentiële commissie zich ook richten. Namelijk het inventariseren van alle voertuigen die aan de staat toebehoren. En de verkoop daarvan, die vrij recentelijk ook is doorgevoerd bij de voormalige regering. Dat ook in kaart wordt gebracht. De status van de voertuigen. Leasevoertuigen, waar zijn die? Wat is de situatie daaromtrent? Al met al gaan wij ons als presidentiële commissie op deze drie aspecten zich toeleggen. Een totaal integraal beeld te kunnen presenteren voor de regering van wat de status is van de publieke goederen die aangekocht zijn met middelen van de Surinaamse samenleving, de Surinaamse belastingbetaler. En de samenleving heeft natuurlijk het volle recht om te weten waar en op welke wijze de middelen besteed zijn. En daarop gaat de commissie zich volledig oriënteren. De commissie bestaat uit in totaal 11 leden. Waarvan de samenstelling 1 is, waarbij toegevoegd is vertegenwoordiging van het Openbaar Ministerie in de persoon van de advocaat-generaal. En daarnaast aangevuld met departementale vertegenwoordiging van de meest relevante ministeries, die natuurlijk direct betrokken zijn bij de aankoop en het beheer van landsgoederen. Maar natuurlijk heeft de commissie verregaande bevoegdheden om alle andere departementen erbij te betrekken. En dat gebeurt al. Wij komen de komende week bijeen om de eerste bijdrages van de departementen nader te bekijken. U weet, bij de regeringsovername was een van de eerste instructies dat alle ministers hun departementen zouden moeten doorlichten en een quick scan moesten uitvoeren van wat de status is. Aan de hand van die bijdrages zal de commissie voortbouwen. En dan zullen wij natuurlijk verder alle informatie die binnenkomt uitzetten. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid heeft zich op 9 augustus georiënteerd bij het regionaal ziekenhuis Wanica. Het is het tweede officiële bezoek van de bewindsman aan het hospitaal. Bij dit bezoek heeft minister Ramadien de tent, die is neergezet om de COVID-19 geïnfecteerden te kunnen onderbrengen, geïnspecteerd. De volksgezondheidsminister zegt in gesprek met de communicatiedienst Suriname het volgende. We staan hier in een mobiele faciliteit, nou ja, een aparte faciliteit op het terrein van het Wanica ziekenhuis. Dat is een faciliteit die wij hebben laten opzetten voor de opvang van positief geteste personen. U weet, sinds ik met zijn aantreden ben ik geconfronteerd met een gering capaciteit aan opvang. Positieve patiënten die waarvan de capaciteit in Suriname zo gering was en op de druk hoog was, dat wij moesten uitkijken naar mogelijkheden om onze capaciteit initieel en heel snel uit te breiden. We hebben dus daartoe vorige week besloten om een grote tent op te zetten op het terrein van Wanica. We hebben ervoor gekozen om een tent op te zetten waarbij in deze tent en in deze faciliteit de mensen die milde gevallen dan, maar wel positieve gevallen, hier gehuisvest kunnen worden. En waarbij in ieder geval er een flow is, een goede flow, als de mensen zich erger mochten voelen en de situatie en de conditie verslechtert, dat zij heel snel kunnen gaan in de ziekenhuiszorg. Die eigenlijk op steenworp afstand is. U begrijpt dat patiënten, maar vooral COVID-patiënten, ineens kunnen verslechteren en dat je dus heel snel erbij moet zijn. Aangezien wij moesten besluiten, hebben we dus hier een ruimte, gelukkig, om de tent op te zetten. En vandaag heb ik inderdaad de rondleiding gehad. De capaciteit
van opvang is ongeveer tussen de 90 en 100, zoals ik me heb laten vertellen. We kunnen uitbreiden een beetje. Maar wat ook nog uniek is aan deze faciliteit is dat wij dus ook een triagepost hebben. We hebben een toilettengroep laten opzetten. Een 10-10 badfaciliteiten en toiletgroepen. We hebben een capaciteit van 100, zoals ik al zei, tussen de 90 en 100 exact. En de bedoeling is dat wij een dergelijke faciliteit spiegelen aan de overkant, zodat wij dat kunnen uitbreiden, opschalen naar ongeveer 200. De bedoeling is dat wij dan proberen de COVID-zorg zo centraal mogelijk te houden op één plek. En dat wij ook onze human resources heel goed kunnen inzetten. Dus behalve dat je de mensen hier hebt, als vanwege het feit dat het ziekenhuis ook hier is, de ziekenzorg, dat wij dan ook in principe de mensen kunnen verdelen, de human resources, want de mensen met milde klachten hebben minder zorg nodig. Ze hebben minder aandacht nodig, maar ze zijn wel, dus onze verpleegkundigen zijn dus wel op locatie om in te grijpen indien nodig. COVID-19 beheersen komt met gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi op maandag 10 augustus bij het bekendmaken van de aangepaste COVID-19 maatregelen. De mate van verspreiding van dit besmettelijke virus in Suriname is namelijk nog steeds zorgwekkend. Het Outbreak Management Control Team heeft ten aanzien van deze situatie en de aanpak op dinsdag 11 augustus de volgende mededelingen gedaan. En op het moment dat wij zien dat of wij merken dat de klachten die gepresenteerd worden kunnen passen bij COVID, adviseren wij dat er een test moet worden gedaan, een swab moet worden gedaan. Als die testen gedaan worden, dan op een gegeven moment zorgt het ervoor dat er een uitslag komt vanuit de microbiologisch lab, waarbij er twee resultaten kunnen zijn, of negatief of positief. Als het negatief is, dan betekent dat de persoon geen COVID heeft. Maar als het positief is, betekent dat iemand dus COVID positief is. En op dat moment gaan wij kijken van wat moet er precies gebeuren. Op het moment dat mensen geswapt worden, wordt naast dat ze geswapt worden ook gekeken naar hun bloeddruk, hun pols, hun ademhalingsfrequentie, het hoeveelheid zuurstof in het bloed wat gemeten wordt. En op basis van deze parameters wordt op het moment dat zij positief zijn gekeken waar zij geplaatst moeten worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar wat voor ziektes hebben ze daarvoor al. Hebben ze bijvoorbeeld suikerziekte of hoge bloeddruk of andere ziektes. En dat gaat allemaal meespelen om te bepalen waar iemand geplaatst gaat moeten worden. Zoals jullie allemaal weten zijn er twee soorten opvang van mensen met die COVID-positief zijn. Je hebt de zogenaamde isolatiefaciliteit, waarbij mensen worden geplaatst die wel COVID hebben, maar of geen klachten of milde klachten hebben op het moment dat ze positief getest zijn. En je hebt de ziekenhuisafdelingen waarbij mensen geplaatst worden die echt om een of andere reden in het ziekenhuis horen worden opgenomen en daarbij moeten worden behandeld. De politie heeft een set aan tools. Laat mij stellen dat onze hoogste wet, de grondwet, reeds aangeeft dat de politie is belast met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid en natuurlijk de repressieve taak, met name opsporen van strafbare feiten, onder andere. En het verlengde daarvan is dus opgenomen in ons politiehandvest, artikel 11 met name, de bevoegdheid om te kunnen optreden tegen personen die een gevaar voor zichzelf vormen en voor anderen. Dat artikel plaatsende binnen het geheel van de wet uitzonderingstoestand COVID-19, merkt u dat de politie bij overtreding of het zich niet houden aan de regels die daardoor zijn uitgevaardigd, de politie voldoende, of de mensen die deze zaken overtreden, kunnen ophouden voor maximaal 24 uur. Op een plaats van bewaring. Natuurlijk begrijpt u dat wij dat niet willen doen. Wij willen samen met die samenleving deze situatie handhaven. Maar als u als mede Suriname ons ertoe dwingt,
dan zullen wij die maatregelen moeten treffen die u het hardst zullen treffen. Per slot van rekening zijn u en ik samen verantwoordelijk voor die algehele veiligheid, met name ook die gezondheid in Suriname. De communicatie tussen taxihouders, boothouders en de mensen die over willen steken is op een dusdanig hoog niveau dat men gebruik maakt van die waterweg om over te steken op momenten waarop de patrouilleboten niet daar zijn. Een heel mooi voorbeeld, maar zo, dit heb ik in mei meegemaakt. Ik stond daar in de omgeving van Poppetam bij Transamerika. Ik dacht van, ik blijf een tijdje hier om te kijken hoe het aan toe gaat. De grenzen waren gesloten. Iemand geeft aan dat hij verderop gaat naar Bigistong. Wat blijkt, dat deze mensen de trip maken richting Bigistong, maar het is gewoonweg een omweg die zij maken om toch nog aan de Franse kant te belanden. En deze mensen, ik denk dat de bewustzijn met betrekking tot COVID-19 nog niet is doorgedrongen tot die mensen. De grenzen zijn gesloten. De regering heeft aangekondigd dat men voor wat de grens betreft in samenwerking met de Franse men probeert goede afspraken te maken op welke wijze wij deze zaak kunnen indammen. En hetzelfde geldt voor de hele Marowijnrivier en de Lawa-rivier. Tot en met het dorp Anapaike, waar dit plaatsvindt. Beide landen maken gebruik van die waterweg. En dat was Focus. Vergeet u niet, was en ontsmet uw handen na elke handeling. Houd u de sociale afstand van 2 meter ten alle tijde en draag altijd uw mond- en neusbedekking. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.